Dit is een soepje op basis van kamerplanten. Daar word je heel blij van. Ik heb er zelfs nog een beetje citroenvervennen doorgedaan uit de eigen tuin. Schenk maar lekker in. Heel lekker zacht. Is het lekker? Het mooiste zou zijn als je bij een bloemist zou komen en je komt binnen en dan krijg je even met de tuingieter, want je bent bloemist, wordt dat even voor je ingeschonken in de tijd dat voor jou dat hele mooie boeketje wordt gemaakt. Al krijgen ze maar één klein shooterglaasje met een shotje dat ze nooit meer vergeten. Er zijn heel veel restaurants, dan hoef ik nog ineens de menukaart te zien. Ik kan mijn ogen al dicht doen en dan weet ik, er zit een carpaccio op de kaart, een entrecote, dat weten we allemaal. Nou, soms is het wel eens interessant om een bepaalde gerechten op de kaart te zetten die heel anders zijn dan de concurrentie. En ik wist vaak dat ik ze niet ging verkopen, maar ik liet wel zien dat ik meer in mijn mars had dan alleen maar die carpaccio en die entrecote. En ik denk dat bloemisten soms ook wel zo moeten nadenken. Hoe onderscheid je jou? Wat is jouw andere gerecht? Wat maakt nou dat jij deze bloemenzaak bent begonnen? En wat maakt jou nou zo speciaal? En ik vind het altijd belangrijk. Je moet iets zo moois maken, dat zeg ik altijd tegen mijn koks. Ik weet altijd als mijn koks heel goed hele mooie dingen maakt, dan gaan ze er zelf foto's van maken. En dan weet je dat het goed zit. Want bloemisten en de culinaire wereld zit heel dicht bij elkaar. Want ze geven allebei heel erg om de natuur. En je hebt zoveel eetbare bloemen, planten, wortels, weet ik niet wat. Dus als je een beetje slim bent als restaurateur, dan zou je toch eens een keer met een goede bloemist moeten gaan praten. En of sterker, als goede bloemist zou je op een mooi restaurant af kunnen stappen. Ja. Gewoon eens vragen van, joh, wat vindt u nou mooi? Welke bloemen die u hier ziet? Gewoon vragen, weet je, daar word je gewoon wijzer van. En het leuke is, als je aan gasten wat vraagt, bij mij in het restaurant, dan voelen ze zich ook onderdeel van jouw bedrijf. Lieve bloemisten, ik hoop dat ik jullie enorm heb geïnspireerd. Namens Roos, Chris en Joeri.